als Ensor een prettig gezelschap was voor zijn vrienden en kennissen, dan was dat omdat hij heel grappig kon zijn. Maar hij was bij voorkeur grappig op een onverwachte manier, een beetje als een droge komiek. En dat vind je eigenlijk ook terug in zijn werk. Als je denkt aan een schilderijtje zoals Het Schilderend Geraamte, dat zou een zelfportret kunnen zijn. Dat is het ook, want het is gebaseerd op een foto van zichzelf aan het werk in het atelier. En hij heeft zijn eigen gelaatstrekken vervangen door een doodshoofd op een beetje dezelfde manier waarop hij heel onverwacht, grappig en een beetje griezelig tegelijkertijd uit de hoek kon komen wanneer hij bij vrienden op bezoek kwam.